Deze week volgen we in StadsTV Turnhout een gedichtenwandeling. We trekken erop uit met gids Hilde de Vos, die het educatief boekje Een naald naar het noorden schreef. Het boekje maakt een link tussen de stadsboerderij die in maart opent en het groene noorden van Turnhout. Over de Zonderijgense dijk. Aan de weidezijde eiken berken de Zonderijgense dijk. Altijd zijn ze vlug en gul, die pioniers, die ranke planten. Het boekje is een samenwerking tussen Hilde de Vos en Trefpunt het Torenke, een organisatie die in de kleine Engelandhoeve is gelegen en zich inzet voor kansarmen. Trefpunt Torenke is ontstaan in 1989 met de bedoeling om zeer laagdrempelig kansarmen kunnen op te vangen, niet om te slapen, maar om kunnen op te vangen met hun vragen, met hun zorgen. En we willen dat heel laagdrempelig houden, dus er zijn geen openingsuren. Mensen kunnen binnenkomen wandelen wanneer ze willen. Hilde schreef voor het campus het Tiele al een gelijkaardig boekje dat de naam Team voor Tiele kreeg. En dat sprak Trefpunt Torenke wel aan. En zo groeide langzaamaan het idee voor een naald naar het noorden. Ik vertelde over Team voor Tiele en ik zei, maar dit is een prachtig gebied om ook zoiets over te schrijven. Dit zou wel echt een uitdaging zijn. En toen zei ze, hoe zie je het? En dan zei ik, ja, ik wil dat ook wel gratis doen. Dat was als een geschenk voor Torenke. En ja, ik heb alleen gezegd, je moet mij een jaar geven, want ik wil niet opgejaagd worden daarvoor. Nu een goed jaar later is Een naald naar het noorden klaar. Het boekje beschrijft het parcours dat langs de stadsboerderij voorbij de Klein Engelandhoeve loopt. En vertelt aan de hand van 10 gedichten over de groene omgeving en de geschiedenis van de streek. Met enkele doeopdrachten kunnen kinderen en hun ouders samen zelf ook aan de slag gaan met klank en woord. En dat ik heel gelukkig ben en dat ik genoeg centjes kan verdienen. En dat ik sterk word. Vier draadjes van mijn steel, vier mensen zijn mijn deel. De illustraties in het boekje werden tijdens een workshop in Trefpunt Torenke door kansarmen gemaakt. Met de opbrengst van het boekje heeft het Trefpunt al grootse plannen. Hilde de Vos, de schrijfster, had heel graag dit boekje geschonken aan Trefpunt Torenke, omdat het thema kansarmoede haar zo aansprak. En omdat we heel graag een vakantiefonds willen oprichten met een beetje spaarcentjes, dus de opbrengst van de boekjes gaat naar dat fonds om onze vakantieruimte een beetje te financieren. Want kansarmen kunnen tijdens de grote vakantie hier voor heel weinig geld op vakantie komen. Je kan een naald naar het noorden onder meer in het bezoekerscentrum van de Klein Engelandhoeve kopen voor slechts €1.